De E-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door FBTO, H&M en KPN. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de E-divisie. We zijn er weer. Heerlijk potje programma. We hebben namelijk hier FC Twente tegen PSV. En dat is niet zomaar een wedstrijd, want FC Twente staat momenteel op de 12e plek. Precies tussen de bridge van play-offs en geen play-offs en PSV. Goh, dat PSV. Nou, ik kan er een boek over schrijven. Ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden. Maar PSV is on fire. PSV heeft 3-1 gewonnen van VVV vorige week. Überhaupt PSV doet gewoon goede zaken. Dat is gewoon lekker aan het winnen. Ali heeft het, ondanks zijn 1-0 nederlaag tegen Jesper vorige week, heeft het gewoon weer lekker op de rit. En terwijl we hier trouwens Brent zien die gelijk al een goaltje maakt tegen Dennis. Met aardig toolboy Dennis, uiteraard hoe we hem ook kennen. Dennis doet het ontzettend goed, hè? Op de Xbox, wat we trouwens wel weten. Dennis staat op een vierde plek. 20 punten uit 10 wedstrijden. En Brent doet het ook zeker niet onaardig, want hij heeft nu 15 punten uit 10 wedstrijden. Doet het dus ontzettend goed, deze heren. Twente is van de 11e naar de 12e plek gezakt vorige week woensdag. Want Twente, nou mensen, ik weet niet of jullie de wedstrijd hebben gezien, maar zo niet. Ik raad je toch heel sterk aan om die wedstrijd eventjes te bekijken. Want vorige week was dus de wedstrijd der wedstrijden van de wedstrijden in de wedstrijd van de wedstrijd. Dat was niet normaal. Xbox, Renzo 1, Brent 6. Brent, deze Brent, die jullie hier zien, Brent Wering, die won dus met 6-6-1 in de eerste wedstrijd. Oh, kijk eens. Hier zien we Dennis al gelijk. Dat gaan we krijgen. Bridge, Vieira, doe hem dan. Oeh, Pelé, ruimte. Oh, goede actie. Ah, prachtig. Goed. En van de Zwaar met de redding. Maar Renzo die verloor dus met 6-1 van Brent. Toen won Levi met 7-2 van Enis. Ik wist niet wat ik zag. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik werd een beetje duizelig. Maar weergeloze wedstrijd. Gaan we even terugchecken. Dit is echt gestoord. Echt gestoord. In de wedstrijden van Twente vallen de meeste goals tot nu toe. Twente is een gegarandeerd spektakel. Een garantie op spektakel, wilde ik eigenlijk zeggen. Het is een fantastisch team dat lekker aanvalt. Dat lekker niet al te goed verdedigt altijd. Maar het is gewoon leuk om naar te kijken. De mannen van Twente hebben mijn sympathie gewonnen. Kijk eens, goede actie weer. Ronaldo en weer de redding van Edwin van der Sar. Dennis die gewoon lekker doorgaat met aanvallen, ondanks zijn mindere start. Ronaldo Lima, Gullit. Ronaldo Lima, ach. Hij gaat er gewoon dwars doorheen, hè. Je zag het, hij gaat er gewoon dwars doorheen. En Dennis weet dat. Dennis weet de glitches. Je weet gewoon dat hij er dwars doorheen gaat. Dennis trekt gewoon even zijn mooi boy look op. Heeft lekker de rolluik naar beneden gedaan. Heeft er gewoon lekker zijn donkere kamertje van gemaakt. En zit gewoon te knallen, te beesten. Je kent het wel. Heerlijk goal daar dus van ons fenomeen Dennis Verhoeven. En dan staat er weer 1-1 in deze wedstrijd. En tevens een leuke wedstrijd om naar te kijken. Dennis is dus 28-2 geëindigd in de Weekly League. Dat is top 100 voor hem. Top 200 op de Xbox uiteraard. En Ali, daar gaan we het zo over hebben. Ga ik nu niet te veel over hebben, want het is nu Brent tegen Dennis. Twente moet trouwens de komende wedstrijden tegen Sparta, Heracles en Groningen. Dat zijn allemaal ploegen uit het linker rijtje. En vooralsnog in ieder geval. Oh nee, Heracles niet! En mensen, ik moet nog even wennen aan het feit dat Heracles eigenlijk niet zo'n goede ploeg is. Niet zo'n goede ploeg is. Dat het dit seizoen nog niet echt goed doet. Dit is een bijna een goal. Brent telde hem al. Heracles staat momenteel op de 14e plek. Echt gestoord. Ze moeten echt. Het is echt gestoord wat dit seizoen allemaal losbrengt bij de meeste mensen. Maar ja. Aardig E-divisie seizoen dus. We gaan ook wat fantastisch doen met de E-divisie tijdens de E-divisie playoffs en finals, et cetera. Het wordt echt lachgierenbullen, spektakel
We gaan janken met z'n allen, we gaan lachen met z'n allen. Het is niet normaal. Je moet echt kijken. Want als je niet kijkt, dan heb je het gevoel dat je wat mist. En dat is als je niet kijkt. Maar als je wel kijkt, dan heb je het gevoel dat je niks hebt gemist, omdat je het gewoon hebt gezien. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Lima. Nu weer Twente die rustig overneemt. Pele. Fiera. Weer een rustige periode van Twente. Ja, ze houden elkaar aardig in evenwicht. Je zou verwachten dat Dennis er overheen knalt. Maar Prent laat hier zien, dat heeft hij ook meerdere keren laten zien in de divisie. Het is gewoon een ontzettend goede speler. En die hoeft voor niemand onder te doen. En dat laat hij hier ook zien. Gullit. Gullit wint van Gullit. Vieira. Mbappé. Ronaldo. Gaat hij hem diep krijgen? Ja, die gaat hem diep krijgen. En dit is geen buitenspel, dames en heren. En dit is een goal. Goeie goal van Brent. 2-1 voor FC Twente. En Tennessee doet toch bij zichzelf van... What the hell? Spassky. Maar hij zou nog wel toch bij zichzelf denken van... Wat gebeurt hier allemaal? We gaan kijken hoe Dennis hiermee omgaat. En hoe hij zichzelf gaat herpakken. En of het überhaupt het geval gaat zijn. Ronaldo. Davies. Pelé. Davies. Vieira. Davies. Pelé. Davies. Het is nu een langere periode van balbezit voor de mannen van PSV. En Twente mogen overnemen. We gaan lekker rusten, denk ik, bij deze stand. Oh, en dan gaat Twente nog een keer. En het is gewoon een goal! Oh, 3-1 voor FC Twente. En een heerlijke goal van Brent. En er is werk aan de winkel voor Dennis Verhoeven. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? We gaan in de tweede helft gaan we kijken hoe dit zich uiteindelijk gaat ontwikkelen. Heel benieuwd. Ik denk dat we gelijk gaan rusten. En dat gaan we inderdaad. Weer met de tweede helft. FC Twente staat dus 3-1 voor tegen PSV. Wat eigenlijk best wel verrassend is in mijn ogen. Maar we gaan kijken hoe... Het is trouwens, gezien het wedstrijdbeeld, is het helemaal niet raar. Want Brent speelt gewoon ontzettend goed. En doet het lekker. Moeten natuurlijk de camera's even wisselen. Dat wordt nu gedaan. PSV speelt links. Nu in de aanval met Ronaldo Lima. Pelé, waar is de ruimte? Hier is Cristiano Ronaldo. Wat gaan we krijgen? Goeie actie daar. Oh! Goede keeper verplaatsen van Brent. Klasse gedaan hoor. Het is wel die 1-op-1 en dan dat opwippen en dan achter hem en dat soort dingen. Dat zie ik wel allemaal terug. Dan denk ik echt van, ja, dit is bizar. Het is wel goed, dus die 1-op-1 situatie. Hier Brent daar met Maldini. Maldini is uiteraard sterk, want Maldini is zwaar overpowered, lieve mensen. Die wint elk duel. Die wint oprecht elk duel. Heb je Maldini achterin, dan scheelt het al heel veel. Hier Ronaldo. Vieira. Gullit. Dennis moet wel echt snel een goaltje gaan maken. Anders goede actie hier. Pelé betreedt de 16. Krijgt hem met geluk mee. Probeert hem de dubbel af te pakken. Maar uiteindelijk dus een corner voor Dennis. Wat gaat er gebeuren? Kilianus. In de balker. Ronaldo. Vieira. Mbappé. Ronaldo. Walker. Gullit. Ja,
dat is dan weer een inworp voor Twente. Ja, Twente doet het gewoon ontzettend goed deze wedstrijd. Het zou wat zijn als ze hier punten weten te pakken tegen PSV dat juist wakker lijkt te zijn. Hier zo in de tweede helft van de eerste seizoenshelft. Jullie horen het goed. We zitten nu bij de 11e speelronde. Uiteraard zijn er in totaal aardig wat potjes te spelen. Oh, kijk eens wat we hier krijgen. We gaan nog wel de goede kant op. Hier nog een keer Gullit. Goed hoor. Gullit nog een keer. Zonde. Ja, want we zitten dus momenteel speelronde 11. En zoals jullie weten hebben we 17 speelrondes. En zitten we dus al over de helft. Maar deze tweede helft doet PSV het ongekend sterk. Maar we gaan wat wisselingen zien. Maar dat zien we vooral nu bij Twente. Want bij PSV kunnen we het helaas niet zien. Maar dan kunnen we wel even kijken aan de wissels. Cruijff gaat erin komen, Eusebio gaat erin komen. En wat nog meer? Geen idee. Dit is het wel een beetje. Ik ga even kijken. Hij speelt, Dennis Verhoef speelt 4-2-2-2. Drink wat water. Gullit. Ronaldo, Zidane. Cruijff. Goed, Ronaldo, prachtige actie, Pelé en wordt daar geschoten. Ja, het zou nog helemaal verwacht zijn om nog een extra kap te doen. Maar ja, dat is natuurlijk achteraf makkelijk zeggen. Voor mij als commentator, hier gaat Brent weer diep. Kan hij uiteindelijk de paas vinden? Nee, natuurlijk niet, want daar staat Paolo Maldini, de beste verdediger van het spel. Blijft maar zeggen. Hier nog een keer PSV. Kan uiteindelijk de ruimte gevonden worden. Cruijff. En nu is een overtalsituatie. Wat kan hij doen? Beneden staat er iemand vrij. En dat ziet hij. Kan hij dan nu afmaken? Ja, eindelijk. Korte hoek. Wordt goed gekozen door Dennis Verhoeven. 3-2. Nog steeds voor Brent. Maar is dit dan de... Oh, PSV gaat nog een keer op start drukken. Even de mentale tik. Gaan we even kijken wat daar dan gaat gebeuren. Gaat Brent ook wijzigingen doorvoeren? Dat gaan we nu zien. Terugvallen. Brent gaat alles op de verdediging gooien. En ja, je kan het hem eigenlijk ook niet echt kwalijk nemen. En de resultaat tegen Dennis Verhoeven zou... Oh. Gebalanceerd, maar wel terugvallen. Even kijken wat er nog gebeurt. Dennis, ik weet niet wat hij aan het doen is. Misschien is hij aan het appen. Een van zijn sidechecks. Je weet niet wat hij aan het doen is. Maar in ieder geval Dennis met een prachtige treffer. Hier de 3-2. Overtalsituatie. En jullie zagen het bij de instructies van Brent. Hij gaat nu terugvallen. Hij gaat volledig bouwen op die 3-2. En hoopt op die manier uiteindelijk de overwinning binnen te slepen. Vieira. Gullit. Oef. Eusebio. Ronaldo, Gullit, Cruijff. Ja, dit is lekker voor Brent. Een langere periode van balbezit. Hier nog een keer Ronaldo. Kan hij uiteindelijk dan vinden? Cruijff. Oh, goed verdedigd zeg. Een beetje van hem af, zodat je dan niet uiteindelijk in de kluts komt. En dan wachten tot er uiteindelijk een hoek wordt gekozen. Nee, maar dat is dus het verschil. Ik heb, oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen dat ik ook andere wedstrijden heb gedaan vandaag. Maar dat is het verschil met een balker in bijvoorbeeld andere centrale verdedigers. Zo'n bal die erachter wordt gegeven, dat Ronaldo Lima diep loopt of Cristiano Ronaldo diep loopt. Er zijn weinig verdedigers die hem bij kunnen benen. Maar er zijn twee centrale verdedigers die dat dus wel kunnen. En dat is Walker en Maldini. En wel sterk dat hij die twee centraal heeft. Want dat betekent wel dat die tool bijna onmogelijk wordt een beetje wordt ontwapend eigenlijk. Zo kan ik het beter. Oh, dit is een hele slechte bal. En Dennis kan overnemen. PLE, wie staat er in de achtervolging? Oh, dat is R9. R8 ook wel. Oh, kijk eens. Hier is dan heel veel ruimte. We gaan nu een aanvallend PSV zien. Hier is ruimte. Hier komt Cristiano. Wat gaan we zien bij PSV? Hier nog een keer terug. Oh, terug. Ja, Gullit. Ronaldo. Gullit. Goeie actie zeg. Oh, ja. Oh, die was mis. Brent die
allemaal. Het is wel met die mind games, hoor. Het is wel echt... Oeh, kijk eens. Brent komt er ook niet... Brent zit nu in de problemen. Brent weet het niet meer. En we gaan zien of Dennis hier gaat profiteren. Vooralsnog niet. Och, ik telde hem al. Hij moest in de korte hoek en hij deed uiteindelijk in de lange hoek. Och, Brent weet het echt niet meer. Brent is het compleet kwijt. Pelé. Alberto. Ja, en Dennis... krijgt het niet meer voor elkaar. Uiteindelijk om de 3-2 te maken. Walker. Goeie dieptebal. Wat een weer... Ik dacht wel een weergeloofde paas. Even kijken. We hebben nog één minuutje. Zou het nog genoeg zijn voor Dennis, denk je? Ik weet het niet. Er moet dan wel uiteindelijk dat kopduel daar gewonnen worden. Dat wordt... Hij mag nog één keer. Ja, hij mag nog één keer. Dit meen je niet. Gaan we dit zien. Gaan we dit zien. Gaan we dit zien. Och, zonde zeg. Ja, een goede wedstrijd van Brent. Hij weet dapper stand te houden in de laatste fase van deze wedstrijd. En wint met 3-2 van Dennis Verhoeven. We gaan zo door naar de tweede wedstrijd. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de E-Divisie. We hebben een prachtige eerste pot gehad tussen Brent en Dennis Verhoeven. En die eindigen dus in 3-2 voor Brent. Excuses, er zat wat vast. Maar die eindigen dus in 3-2 voor Brent. En ja, zoals jullie weten is nu dus de tweede pot. En dan gaan we heerlijk kijken naar een potje tussen Enis Toktemir en Ali Riza Aygun. En Ali mag het een keertje gaan goedmaken... Voor Dennis. Want met alle respect, Ali. En de afgelopen keren is het meer andersom geweest. Dat Dennis degene was die het op voorsprong nam. En dat Ali het moest verdedigen. En nu is het andersom. Dennis heeft schade opgelopen en Ali moet het gaan repareren. Dus Ali mag lekker gaan aanvallen. En we gaan zien wat dat teweeg gaat brengen. We hebben hier twee aanvallende spelers. Nogmaals, Twente is een ploeg die graag aanvalt. Die graag scoort. En zorgt altijd voor garantie. Heerlijk verdedigd hier door Ali. Een goede actie daardoor. Oh, kijk eens. Ja, Gullit wint ook duel. Dat weten we altijd. Een duel tussen Gullit en Maldini. Dat zou ik wel eens een keertje willen zien. Wie zou die winnen? Laat het even weten in de comments. In ieder geval, Davies hier tegen Zidane. Kijk eens. Een nieuwe aftreding daar van Cruyff. Ronaldo. Zidane. Ronaldo. Dat gaan we zien. Een snel goaltje van PSV. Dat zou Ali maar altijd goed uitkomen. Hier nog een keer Lima. Ronaldo. Oef. En daar Maldini. Goed gedaan. En Twente kan wel oppikken. Spelen de buurt voor Zidane. Nou, dat is natuurlijk niet waar, want iedereen heeft alleen speler 1. Leugens. Hier zo bij FC Twente door de admin van EA. Maar... Enis Toktemir staat momenteel op een 16e plaats. Ali Riza staat dus op een 11e plaats. En beide heren doen het dus wel redelijk met hun team. Twente staat dus nog steeds in die top 12. En PSV staat bijna in die top 5. Een goede goal daar van Enis Toktemir. Neemt een lekker slokje van, denk ik, zijn bak koffie. En Twente staat 1-0 voor. En PSV moet er dus nog 3 maken om uiteindelijk dit... de punten richting Eindhoven te krijgen. Wat gaat hier dan gebeuren? Ja, Enis en Brent, dat zijn twee gasten die echt totaal niet slecht zijn. Ze staan momenteel gewoon op die steady 12e plaats. Ze krijgen ontzettend veel doelpunten tegen. Maar ze kunnen ook echt spelen. En Enis gaat net zoals Ali al ontzettend lang mee. En die jongen moeten we echt niet... Moeten we echt niet onderschatten. En dat wist Ali ook wel van tevoren. Ik mocht helaas geen interview doen. Omdat we dus op deze manier opnemen. Oeh, goede actie daar voor Ronaldo Lima. Maar dat hij een sterke speler is, dat wisten we wel degelijk. Pelé, goede actie. Geen buitenspel. Och, goed daar de ruimte gekozen. Carlos Alberto komt er goed bij. Autoblok en uiteindelijk een corner voor PSV. Mbappé. Goede actie daar. Krijgt hem met geluk mee. R9. Heel-to-heel flick. Vieira. Oef, krijgt hij niet meer geluk mee, hè. Och, en Van der Sar alsnog. Ja, je ziet het ene zo weer van ongelooflijk dat hij daar weer volgens mij 2 keer meekreeg. En dat, die frustratie kan ik wel begrijpen, eerlijk gezegd. Oef, en Ronaldo, die moest eigenlijk met zijn linkerbeen, maar dat was een afzwaaier. Normaal gesproken is dat linkerbeen van Cristiano Ronaldo 4,5 ster.
Maar nu dus niet. En Twente mag rustig opbouwen. Maar PSV gaat wel steeds ietsje meer druk geven. Hier Davies. Zidane. Ronaldo. Zidane. Davies. Zidane. Ronaldo. Nog een keer gelet. Zidane. Lekker rustige periode van balbezit hier voor FC Twente. Je mag PSV weer overnemen. Wat gaan we dan zien? Ronaldo. Oeh, daar is ruimte. Nee, goed verdedigde Davies daar. Ja, FC Twente houden tot nu toe gewoon goed pot dicht. Ronaldo. Even wat langere tijd. Zidane. Ronaldo. Gullit. Oh, sorry, Cruijff. Goeie actie daar. Zidane. 35e minuut. Ja, het zou killing zijn als het nu 2-0 wordt voor FC Twente. Goeie lange periode hier van balbezit voor FC Twente. Zidane. Cruijff, wat gaan we krijgen? Ja, weer balletje terug. Goed balletje opzij. En die kan die... Het is die vervloekte Arnijn. Ja, dat werkt natuurlijk ook in het voordeel van Ali, maar... Die kan je gewoon niet... Die kan je gewoon de bal niet van afpakken. Hier is uiteindelijk wel ruimte. Klianus. Maldini. Ach, Maldini. Ik kan er ook een boek over schrijven. Blijft elke aflevering wel zeggen. Mbappé. Carlos Obaal. Cool. Vieira. Davies. Pelé. Zidane. Terug. Pelé. Ronaldo. Ronaldo. Och! Bro! Ik wou wel zeggen, prachtige goal. Maar hij ging buitenkant paal. Echt wel oprecht wel echt prachtig gedaan. Maar ja, daar koop je niks voor. Het is nog steeds geen goal. En PSV staat nog steeds met 1-0 achter en 4-2 over twee potjes. Pelé gaat diep tegen Cruijff. Gaat dit gestift worden? Nee. Wel tegen de bakkers van Etje aan. Maar het was dus blijkbaar buitenspel. Had ik niet goed gezien. Ik dacht dat het een correcte steekbal was. Maar dat was het dus niet. Ronaldo. Pelé, Vieira. Weer terug. Oef. Ja, en we gaan rusten. We gaan rusten. Ali moet aanvallender gaan spelen, denk ik. En ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. En dan gaan we. Tweede helft. En dit belooft gewoon aanvallend spektakel te worden. Ali, die moet komen. Deze tweede helft. En we gaan kijken of het hem dat gaat lukken. Ali heeft hetzelfde shirtje aan als in de game. Dat is wel leuk om te zien. Oprecht leuk om te zien. Ik wil het weer in de comments horen van dat ik te vaak zeg leuk om te zien. Want ik probeer eraan te werken, jongens. Geef me een break. Kom op. Davies, beneden Gullit staat vrij. Kan hij dan uiteindelijk het centrum penetreren? Hier zien we de goede kap. Maar daar is ook Maldini. Maar die is er net op tijd. 50e minuut. Nu weer een goede actie daar van Twente aan de zijlijn. Gullit, Vieira. Davies. Ronaldo. Pelé. Och, prachtige goal. Prachtige goal. Sorry, ik zat even geen commentaar erop te zien, maar het was een prachtige paas. En uiteindelijk was er zoveel ruimte in het centrum en de goal van FC Twente. Dit betekent wel hoogstwaarschijnlijk de 3 punten, tenzij Ali nog 3 keer weet te scoren voor een gelijk spel. Je zou zeggen dat PSV nu na zo'n goede week, vorige week, de weg naar boven weer kan inslaan. 19 punten, 1 puntje onder Fortuna Sittard, die momenteel op 4e plek staat. PSV staat als 5e. Maar het lijkt, het heeft er alle schijn van, dat PSV onderuit gaat tegen FC Twente. En dat is iets wat ik niet had verwacht. Wat gaat Ali nu doen? Hoe aanvallend gaat hij spelen? Klasse beste door van 1 is trouwens. Hé. Echt goed gespeeld. Team van FC Twente is echt niet gek hoor. Toch altijd ergens in mijn hoofd. Ik weet niet of het ergens op gebaseerd, gefundeerd is. Ik weet het niet, maar
altijd in mijn hoofd heb ik het idee dat die 4-4-2, 4-4-2-2, neem het wat je wil, altijd zo sterk is tegen zo'n 4-2-3-1. Omdat je met die links... Ik ga mijn vingers er ook niet aan branden. Ik heb dat gevoel heb ik gewoon. Ik kan het wel beargumenteren, maar waarschijnlijk is het nog weer fout. Maar dat gevoel heb ik gewoon. In ieder geval Pelé. PSV moet echt snel een goaltje maken, anders wordt het echt een heel groot fiasco. Zidane. Nog een keer Zidane, goede actie. Weer terug. Ja, kijk hoe dicht ze daar op elkaar zitten. Ja, het wordt moeilijk om daar tussen te voeren. Oh, dat doet hij goed. Ja, en dit is de goal. Klasse actie van Alireza Agun. En PSV weer terug in de wedstrijd. Betekent dat hij 2 goals moet maken in een half uurtje. Dat is echt wel te doen. Goed gedaan hoor, daar zo. Die versnelling daar van Cruijff. Poch, mooi gedaan. 60ste minuut. Hier komt FC Twente weer. Zie je dan. Vieira. Ja, en daar gaat... Daar gaan ze komen. Uiteindelijk met geluk krijgt Twente daar de bal mee. Mbappé. Gullit. Carlos. Vieira. Ronaldo. Mbappé. Carlos Alberto. Ja, en nu een langere periode van balbezit van FC Twente. Och, goede actie. En de goal. Daar komt Ali heel erg goed weg. 9 van de 10 keer gaat toch zijn bal erin. Zeker met Cristiano Ronaldo met zijn goede been. Maar blijkbaar zit er een engeltje daar op de lat van PSV. En is het dus uiteindelijk nog niet de goal. Anders was het echt over en klaar geweest. Pech daar voor Enis Tokdemir. Hier gaat Mbappé. Dat scheelde weinig. Dat scheelde weinig. Ja, we moeten nu een aanvallende Alireza Agun gaan zien. Er zitten maar een paar minuten op de klok. 20 minuten en moeten nog 2 goals vallen. En dat is het devies. Dat is wat er moet gebeuren. Ik zie een Koen Weiland hier naast me staan. Die denkt echt, wat gebeurt hier allemaal? Maar dat is echt wat er gebeurt. 69 minuten. Kan geen toeval zijn. En Ali die moet nu aanvallen. Toch? Precies. Koen knikt hier. Goed daar dat de kopduel is gewonnen. Wat dan? Eusebio, Zidane. Nu moet hij komen. Er is ruimte. Oh, dat doet hij goed! En een goal! Ja, 2-2. En dat betekent dat er nog van alles mogelijk is. Wat gaan we hier zien? Een remontada! Ja, Koen, blijf rustig hoor, want het kan nog steeds alle kanten op. Twente speelt hier een uiterst fortuinlijke wedstrijd. En we dachten allemaal dat het positief zou aflopen. Maar... Alireza Agun scoort 2 keer, ik herhaal 2 keer, in 10 minuten. En dan vraag je je af, ja, maar kan dat wel? Ja, we zien het nu. En nu komt Eusebio weer diep. SC Twente komt. Goed verdedigd helemaal Maldini. Davies. Ja, ik ga mijn stem verheffen hoor, want daar gaan we een heerlijk laatste kwartiertje in. Zidane. Ronaldo. Nog een keer Zidane. Nu komt opnieuw Cruijff. Ronaldo Lima. Wat gaan we zien? 75e minuut. Eusebio. Komt hij door? Oh! Oh! Goed verdedigd. Goed verdedigd door Gullit. En hier nog een keer FC Twente. Dan gaan we weer. Oh! En dan krijgen we weer een mislukte bal van FC Twente. Hier komt PSV weer. Zidane. Ronaldo Lima. Op Cruijff. Wat krijgen we dan? Oh! Wat krijgen we hier? Ja, ik weet het ook niet meer soms, mensen. Het is te bizar voor woorden wat hier gebeurt. Pelé. Mbappé. Weer Cruijff. Ach, ja, het staat er allemaal 1-1. Ali hoeft zijn spitsen maar in te spelen en hij staat 1-1. Maar ja, dat betekent wel dat er minder ruimte is achterin. Maar daar is ruimte voor FC Twente. Daar komt Pelé. 80ste minuut. Wat gaan we krijgen? Pelé. Oh, en de ruimte. Oh, en het is gedaan. Het is gedaan. Goeie goal van Enis Tokdemir. En toch 2 keer komt die bal vanuit de linksbuitenpositie naar de spits. Schiet hem gewoon in 1 keer op goal. En waar Ali eerder nog goed wegkwam. Met een schot van Cristiano Ronaldo op de lat is het nu toch wel, denk ik, klaar. Het wordt heel lastig
voor PSV om hier nog een punt te behalen. Tenzij er nu een goal valt. Maar mensen, bindt me er niet vast. Dat is een uiterst... Oh, ja, dat zou een uiterst zeldzame... Oh, kijk eens. Ja, Ali zet nog wel één keer alle druk erop. Als er nu een goaltje valt, dan kan dat nog. Johan Cruijff. Hij wil daar de bridge doen, maar het lukt er waarschijnlijk niet. Hier nog één keer. Komt er wel gewoon onder Davies. Garincha. Nog een keer, Garincha. Achter de standbeen, want hij heeft er zin in. Ach, en Vieira, ja. Ali speelde goed. Maar één is hield goed stand. En kon uiteindelijk alle wapens van Ali onschadelijk maken. En dat doet het volgende met de stand. Twente zorgt ervoor dat ze zich dieper nestelen in die top 12. En PSV, waar het aspiraties had voor die top 4, moet nu toch uiteindelijk genoeg gaan nemen met een plekje lager dan positie 5. Want ook Groningen heeft 6 punten. Emmen heeft 18 punten. En daaronder komen al snel Feyenoord en Sparta. Dus PSV gaat een paar posities zakken. En uiteindelijk gaat Twente klimmen. Wordt nu wel een eretreffer nog gemaakt door Ali. Wat voor persoonlijk een gelijkspel is. Maar het is niet genoeg. De punten gaan naar de Tukkers.